Zo, vandaag weer een nieuwe probleem met. En vandaag met de action. Het is iets wat een paar dagen geleden eigenlijk al is gebeurd. En het gaat als volgt. Ik moest een border afscheiding maken. Gezien dat er nog steeds in mijn zijtuintje door hondenbezitters wordt erin geboekt. En mijn buurvrouw die zet toch wel een beetje sociale druk op dat er wat moet gebeuren. Althans, zo ervaar ik het dan. En ik moest toch even naar de Action toe om wat dingen te halen. En toen kwam ik dit tegen, een tuinhek. En ik dacht van, mooi modulair systeem. Dat zou misschien wel moeten passen. Ik heb een vrij lang zijkant tuinhek. Dus ik moest er best wel een aantal halen. In totaal 5. 5 pakketjes van 4. En toen was het nog steeds niet genoeg. Nou, uiteindelijk had ik ze geplaatst allemaal naar elkaar. En toen bleek het helaas inderdaad niet overeind te blijven staan. Dus ik moest de stenen tegenaan leggen. En zelfs dan kiepert hij eigenlijk eroverheen. Er staat gewoon te veel wind. Het is gewoon echt een heel lastig stukje om dat goed af te bakenen. Nou, toen kwam ik dus uit toen kwam ik uit dat dit dus niet werkte en ik wil het dus teruggeven. Nou, de Action heeft eigenlijk 2 categorieën omdozen. Je hebt daadwerkelijk concrete omdozen, dus je hebt het product en daar zit dan mooi de doos omheen. Kun je het ook mooi weer terug instoppen en prima. Maar ze hebben ook de, hoe zal ik het zeggen, niet omdozen versie. En bij dit soort producten is het gewoon logisch dat je dat in folie ontwikkelt en dan krimpfolie en dat dan zo verkoopt. Maar dat heeft als gevolg dat je altijd maar losse dingen kunt insturen. Ook al heb ik ze alles nog bij elkaar. Maar ja, je geeft het gewoon in een tas los terug. En het probleem is dat dan wil de teamleidster, die ging over teruggeven, die wilde het geld niet teruggeven. Nu maakt me dat ze dat niet wil retourneren. Ja, oké, gaat om 25 euro, is niet leuk, maar prima. Vind ik prima, is oké. Maar wat ik wel heel belangrijk vind, is dat er een duidelijke reden wordt gegeven. Van waarom niet of waarom wel. En in dit geval dus niet. En het kon hier verschillende redenen betekenen. Het kon hier betekenen dat er zat een paar kleine gebruikerscrashes op de zijkant. Het kon betekenen dat het in plastic folie ontwikkeld was en dus dat de omdoos er niet was. Of het kan ook zijn dat ik maar 1 van die dingen maar open mocht maken om te testen of het voor mij werkte. Maar dat is voor mij dus ook een gekke situatie. Dus laat ik het even uittekenen en dan ben ik zo terug. Alright, we zijn weer terug. Nou, er waren dus 3 opties, zoals ik dat had gezegd. Optie 1 had te maken met een krasje. De tweede had te maken met een omdoos. En de laatste had te maken met hoeveel je mag testen. Nou, het eerste is of het een krasje is. Ja, op een van dingen en dat het daardoor niet verkoopbaar wordt, is mij onduidelijk. Maar zelfs als zou dat zo zijn, dan was dat maar 1 van de 5 sets. Dus als je dan zoiets hebt van, oké, 1 niet, die kun je af. Maar dan kun je die andere sets kun je dus nog wel doen. En dan heb ik nog steeds 20 euro terug kunnen krijgen.
Het tweede is dus dan die omdoos. Maar zoals ik al zei, je hebt dus een omdoosversie die op basis is van folie en eentje die op basis is op basis van karton. En deze kun je mooi weer terugkrijgen in de oorspronkelijke staat, maar met folie lukt dat nooit. Dus bij dit soort producten ben je vrijwel gedoemd. En de laatste, als het te maken heeft met testen. Ja, kijk, ik heb dus dat hele, laat ik zeggen, zijkantje. Dat is echt een lang gedeelte. En toen moest ik nog een stukje daarheen en nog een stukje daarheen. En voor de versteviging heb ik ook nog hier in het midden nog wat gedaan. Hier loopt dan de stoep. En als ik dus maar een paar er neer zou zetten, zou ik maar ongeveer tot daar komen. Ja, en dat is dus niet afdoende om te checken, meten of het zou werken. En je wilt alles hebben en niet een klein gedeelte. Om er zeker van te zijn van oké, dit werkt of dit werkt niet. Nou, en als bij dat laatste wordt gezegd van ja, je mag maar het kleinst mogelijke deel gebruiken om te testen of het werkt. Ja, bij sommige situaties zoals de mijne is het dat je dus alles moet weten. En waar het dus eigenlijk om neerkomt is, ik vind het niet erg dat ze het niet terugnemen. Maar ik zou gewoon graag willen weten welke het nou eigenlijk is. Welk argument hier nu de doorslag gaf. En toen ik haar daarover doorvroeg van ja, maar welk argument is het nou? Toen wilde ze daar geen antwoord op geven. En dan laat ze je gewoon in de kou, laat ze je gewoon stikken. En daar ga ik gewoon heel slecht op als persoon met autisme. Dat levert mij gewoon veel stress en ergernis op. Omdat het moet gewoon niet moeilijk zijn om gewoon een eerlijk argument erover te geven. En iets wat in het midden laat waarbij je alles kunt interpreteren, dat is gewoon niet prettig. Want daarop kun je geen inhoudelijk goed gesprek voeren of duidelijk krijgen of je wel recht hebt op de terug op een vergoeding of niet. En ik zou dus gewoon graag willen dat Action in haar beleid opneemt om duidelijk dat er een duidelijke afwijzing gegeven moet worden. En dat zeker als de afwijzing op basis van dat stukjes met folie is, dat gewoon geen argument meer is om af te wijzen. Want dat kun je nooit meer in oorspronkelijke staat terugbrengen. Dat lukt je gewoon niet. En dat ze misschien ook eens kijken naar het minimale wat je maar mag gebruiken om te zien of het werkt. Ja, dat is ook zo'n discussiepunt dat voor heel veel interpretaties op te vangen is. En het zou dus gewoon fijn zijn als daar eens even weer opnieuw wordt nagedacht over hoe we dat kunnen kwantificeren. Of misschien wel die hele regel eraf, omdat je er gewoon geen duidelijkheid in kan brengen. Er zijn legio mogelijkheden, maar het zou wel fijn zijn als er eens wat mee gedaan zou worden. En als laatste, als blijkt dat inderdaad de kras het probleem is, nou, datgene wat bekrast is, oké, dat kan niet meer terug. Maar als er nog steeds ook onbekraste versies en sets tussen zitten, die moet je dan toch gewoon terug kunnen nemen. Zoals je ziet, gaan hier heel wat dingen fout. En ja, zou ik gewoon graag zien dat de Action dat is oplost. Verder is het gewoon een fijne zaak en heb ik eigenlijk nog nooit problemen ermee gehad. Maar ik heb wel meegemerkt dat retourbeleid bij vele bedrijven en organisaties doorgaans echt heel slecht geregeld is. En helaas is dus de Action daar geen uitzondering op. Jammer.